We staan hier op Genk, baan in België, een van de mooiste banen van Europa. 17 oktober, finale races gaan hier plaatsvinden. Het is een hele spectaculaire baan met heel veel inhaal en uitrempogingen. Dit is nog even de ruwe schets, het staat nu ondertussen helemaal vol met tenten en teams. Het belooft een spannende kampioenschap te worden. We hebben in elke klasse nog een kampioen te gaan. Michael Kuiper heb ik hier staan. Tweede kampioenschap. Wat ga je doen vandaag? Nou, we gaan natuurlijk voor de overwinning. Maar ja, als het, je moet echt alles goed hebben. De kart moet in orde zijn. En echt alles moet perfect zijn om te kunnen winnen. Maar dat is wel aardig voor elkaar dit weekend. Alleen gisteren in de regen, bij het begin ging het wat minder. Maar de laatste sessie, zeg maar, toen hadden we iets aangepast en toen ging het veel beter. Wat moet je vandaag gaan doen om kampioen te worden eventueel? Want je staat tweede, wel met flink wat punten achterstand. Maar wat moet je doen? Nou, Jarno moet eigenlijk een deken krijgen en een keer slecht en dan die volgende race slechter als vijf worden. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar tweede ben ik ook tevreden mee. Heel goed uitgerekend overigens van je, want je bent de enige die direct antwoord geeft op het feit wat er moet gaan gebeuren om jouw kampioen te laten worden. We gaan het straks zien. DQ betekent disqualificatie. Nou, dat zal inderdaad niet zo snel gebeuren. Dus het zou kunnen dat jij nou na de eerste maal kampioen is. Ja. Maar jij gaat wel proberen te winnen. Ja, dat altijd. Oké, we gaan op je letten, jongen. Heel veel succes en we zien je straks weer terug. Ja, Jarno, finale races hebben we hier. Jij moet twee races gewoon eigenlijk uitrijden en een paar puntjes halen en dan ben je kampioen. Ja, eigenlijk wel. Hoe ging het seizoen tot op heden? Heel goed. Ja, ik heb bijna alles gewonnen eigenlijk. Alleen in Bergen ging ik achtervoren, dus dat... Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Heb je heel veel last gehad van Michael Kuiper? Ja, eigenlijk bijna elke race wel. En vandaag? Ja, ik denk dat wel weer moeilijk wordt. Ga je voor de overwinning? Ja. Oké, dan ben je straks kampioen. Is dat je eerste kampioenschap? Nee, ik ben vorig jaar ook kampioen geworden. Nou, dat ziet er goed uit, hè? Twee keer kampioen geworden. Volgend jaar, wat ga je volgend jaar rijden? Ik ga volgend jaar KF3 rijden. Hartstikke goed. Nou, we gaan in ieder geval vandaag kijken of je kampioen kan worden. Ik wens je heel veel succes en ik interview je later op de dag nog even terug. Ja. Genk, finale races. Ik sta hier bij twee jongens, Max Koebold en Ricardo van Dijk. Beide kansen op het kampioenschap. Begin ik even bij de tweede in het kampioenschap. Max, wat ga je worden vandaag? Nou, ik hoop eerst natuurlijk. En Ricardo, is die snel? Ja, Ricardo is wel snel. Je moet voor hem eindigen. Twee wedstrijden. En dan moet er eigenlijk nog iemand ook nog tussen komen te zitten. Wil jij dus kampioen worden? Of hij moet een keer uitvallen? Gaan jullie de strijd met elkaar hard aan? Ja, maar we houden wel sportief. Tenminste. Okay, jullie houden het wel sportief. En dan gaan we even naar Ricardo. Ricardo, je staat 1 in het kampioenschap. Wat ga je doen met Max? Nou, we gaan Max voorbij. En Max? We worden eerste. Hij wordt de eerste, zegt hij. Nou, dat is hartstikke goed. Als je dat er niet wordt, zet je veel druk op zijn bumper? Ja, heel veel. Niet overdrijven. Dat belooft nog wat. Wat zei jij? Niet overdrijven, hè? Oké, jongens, nou, we gaan een hartstikke spannende wedstrijd straks zien. En we gaan zien wie er van jullie kampioen wordt van 2010. Heel veel succes. Maak er een sportieve strijd van. Geef elkaar af en toe even stevig de hand. De strijd zit erin. Ik sta hier bij Bastiaan Hummel. Bastiaan, een spannend kampioenschap. We hebben enorme spannende races gezien dit jaar. Je staat op dit moment tweede in het kampioenschap. Ja, met aftrek, ja. Sta ik tweede en Van Rijnenam staat derde volgens mij. Menno Pauw eerste. En we rijden onze wedstrijd, hè. Vorige keer hebben wij echt spannende wedstrijden gezien met heel close racing. Fair, het gaat hartstikke goed bij jullie in de klas, het ziet er goed uit.
Ik vind het erg spannend om naar te kijken. Vandaag, want jouw grootste concurrent is Menno Pauwen. Die staat aan kop in het kampioenschap. Wat ga je doen? Mijn best doen. Ik ga voor de overwinning. Ik rijd gewoon mijn wedstrijd en ik zie wel wat er gebeurt. Ik kan nog kampioen worden, maar dan moet het allemaal wel zo vallen als dat het in mijn voordeel valt, zeg maar. Wat moet Menno Pauwen doen in dit geval? Volgens mij moet hij of uitvallen, of slechte resultaten hebben, of een DQ krijgen. Want het aantal punten wat hij voor ligt is niet zo heel groot, moet ik zeggen. Dat weet ik niet precies. Met aftrek volgens mij is het wat groter dan waar het nu op staat. Maar het is moeilijk om in te halen, sowieso. Omdat ik heb toch al een slecht jaar achter de rug. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk om te weten welke positie hij heeft en welke jij moet hebben om kampioen te worden. Krijg je daar pitsignalen van? Dat is inderdaad heel belangrijk, ja. Ik krijg er geen signalen van. Want als ik bijvoorbeeld op kop rijd, ja, wat moet ik eraan doen dat hij bijvoorbeeld op de derde plek rijdt? Ik kan daar niks aan doen, dus ik moet gewoon mijn wedstrijd rijden. Stel voor je ligt derde en hij ligt ergens achttiende. Op dat moment lig je in een leading position. Maar je wil nog aanvallen met risico's van dien. Dan moet je toch weten of je moet consolideren of dat je er voorbij moet. Ja, je moet wel op blijven letten natuurlijk. Je let altijd wel een beetje op waar een ander rijdt. Tenminste, ik wel. En als je dat weet, dan zou je een aanval zou je wel even uitstellen. Tenminste, als je weet dat het fout kan gaan en het wordt een risicovolle actie, dan zou ik niet in gaan halen, denk ik. Dus het wordt strikt nog wat rekenerij voor jullie? Ja, dat sowieso, ja. Eind van de dag komen we er misschien nog even op terug en dan kijken we of je eerste, tweede of derde bent geworden. Is goed, doen we. Dankjewel. Ik sta hier bij Menno Pauwen, finale races. Menno, je staat 1 in het kampioenschap met aardig wat punten voorsprong op de nummer 2 en 3. Wat ga je vandaag doen? Ja, ik ga proberen om natuurlijk kampioen te worden. En ik ga mijn best doen. Je hebt twee man achter je staan, dan ga ik even gaan spieken. Dat is Alex van Rijmenam en Bastiaan Hummel. Daar heb je heel veel strijd mee gehad dit jaar. Heb je teamstrategieën? Nee, eigenlijk niet. Gewoon mijn best doen en meer kan je er niet van maken. Deze baan in Genk, ligt hier? Ja, ik vind het een leuke baan, mooi om te rijden. En, Materiaal goed voor elkaar? Ja, de motor hebben we vooral goed voor elkaar, het chassis. En dan komt het wel goed, hoop ik. Het is je eerste kampioenschap in je eerste jaar hier in deze klasse. En meteen een kampioenschap. En daarna? Ik hoop dat ik Grodo ook kan rijden volgend jaar. En ik hoop natuurlijk ook nog de NAB. En dat was het wel, denk ik. Sponsors goed voor elkaar? Het valt nog wel mee. We hebben niet zo heel veel sponsoring, maar het komt wel goed. Oké, ik wens je heel veel succes vandaag en misschien zien we vandaag op de hoogste tree van het podium. Ja, dankjewel.